Maar ik wil ook onder de aandacht brengen dat afgelopen week de politie door tastend onderzoek en intensief speurwerk 3 personen die werkzaam waren op het vorige kabinet van de vicepresident heeft aangehouden. Deze meedogenloze criminelen hebben kans gezien om tijdens de transitiefase dure mediaapparatuur van ruim 1,5 miljoen SRD weg te nemen. De 3 verdachten zijn inmiddels opgesloten. Vanuit deze plaats wil ik de politieorganisatie complimenteren. En ik ben blij dat ze klaarheid hebben gebracht in de verdwijning van de staatseigendommen. En ik pleit ervoor dat al deze criminelen genadeloos worden gestraft. En ik hoop ook dat de justitiële autoriteiten al gauw achterkomen wie het brein daarachter is. Ook al zou het gaan om een DNA-lid. Dank u wel. Lid Mangrijk, ga je moeten corrigeren. Wat bij de politie is en wat bij de procureur-generaal is een andere verantwoordelijkheid. Daar komen we niet aan. We willen natuurlijk dat zaken richtig worden aangepakt. Maar wat bij de onafhankelijke rechter is, daar moeten we vanaf blijven. Laten wij voorzichtig zijn om mensen te beschuldigen. Pas wanneer de onafhankelijke rechter een uitspraak heeft gedaan, dan is de persoon schuldig. Al bent u aangehouden, u hebt de status van een verdachte. Dan is de persoon nog geen schuldige. Leven we in een rechtsstaat of niet? Meneer voorzitter, maar als er misdrijven zijn die niet begaan worden uit hoofde van de ambt en behoren tot reguliere misdrijven, waarvan er een redelijk vermoeden is bij het Openbaar Ministerie dat er personen zijn die dat gepleegd hebben, dan mag u wie dan ook zijn. Dan mag u president van het land zijn. Dan mag u vicepresident van het land zijn. Dan mag u DNA-lid zijn. Meneer voorzitter, dat is waarvoor wij gekozen hebben in dit land. Namelijk leven in een democratische rechtsstaat. Het rechtsstaatbeginsel waarbij een ieder zich dient te onderwerpen aan de regels van wet en recht. Ten aanzien van meneer Adin kan ik melden dat hij inderdaad is aangehouden nadat hij op vrijdag 13 november waren er afspraken met het Openbaar Ministerie dat hij zich vrijdag zou aanmelden met zijn advocaat. Hij heeft zich niet aangemeld. Vandaag tussen 9 en 11 uur zou hij zich ook weer moeten aanmelden. Dat is niet gebeurd. De politie heeft hem toen opgespoord en aangehouden. Hij is nu aangehouden ter voorgeleiding. De informatie door de minister gegeven, regering, klopt niet. Hij is voor vandaag opgeroepen en vandaag gelijk opgehaald. 1. En wie haal je op? Mogen we rustig met u communiceren via u, voorzitter. Dat zijn ze verdachten. Niet zonder reden. We komen niet aan schuldig en allerlei andere zaken wat hier aangehaald is. We komen niet aan als mensen misdrijf hebben begaan, et cetera. We komen aan procedures die we met elkaar in een rechtsstaat hebben afgesproken. De wettelijke bepalingen zijn daar ten aanzien van hoge functionarissen, heer voorzitter. Vandaag aan al mijn collega's wil ik het volgende voorhouden. Vandaag gaat het om Aswin Adin. Morgen kunt u aan de beurt zijn op deze manier. Als verdachte en opgehaalde. Even. Iedereen. En daarvoor hebben we rechtsstaat, daar hebben we regels, daar hebben we wetten aangenomen, heer voorzitter. Ik vraag u bijzonder, wij als parlement, u voorop, om de wetten na te leven. Ik doe een beroep op u. Dat we de naleving, de procedures in acht nemen. En daarom, voorzitter, is het voor ons als NDP-fractie heel duidelijk dat de procedures wat we met elkaar afgesproken hebben, de rechtsregels, hier niet in acht hebben genomen. En dan gaan wij als NDP-fractie ons beraden. En helaas betekent dit dat wij aan dit beraad nu op dit moment geen verder gevolg kunnen geven. Ik doe een beroep op al mijn fractieleden om ons u terug te trekken. Ik dank u, voorzitter. Ik heb net de informatie van de procureur-generaal gehad. Namelijk dat het lid Aswin Adin als
verdachte is aangemerkt in een communedelict, dat hij daarvoor was opgeroepen. Hij is vandaag officieel gehoord als verdachte. En aan de hand van het verhoor en andere verklaringen die door andere personen zijn afgelegd, heeft het Openbaar Ministerie noodzakelijk gehad om hem in het belang van het onderzoek in verzekering te stellen. En het gaat om communedelicten waarvan hij verdacht wordt. Ik wil van u de ruimte hebben om te vragen aan de president wat hij bedoelt met communedelict, voorzitter. Dat is wat ik wil weten, voorzitter. Dank u wel. Antwoord van de procureur-generaal dat het voorlopig gaat om communedelicten, dat wil zeggen strafbare feiten buiten datgene wat de wet politieke ambtsdragers genoemd heeft. Maar, zegt hij, mocht uit onderzoek naar voren komen dat er strafbare feiten zijn, of nu of in een andere fase waarbij het parlement toch geadieerd zou moeten worden, dan zal hij dat ook in acht moeten nemen en dan zullen we als parlement dat ook merken. Dank u wel, voorzitter.